vis, vlees, veggie of wereldkeuken. Volg gewoon je eigen goesting, want onze njamchefs tonen je hier de weg naar snel, makkelijk en lekker koken. Tijd voor een snel, gemakkelijk en lekker receptje. En bovendien ook vegetarisch. Ik ga een pittige stoverij maken van heel veel Zuiderse groentjes. Er zitten ook artisjokken bij. We gaan daaronder een lekkere crème maken. Een soort hummus van witte bonen met tahini. Afwerken met wat pijnboompitten en basilicum. En we gaan daarbij een lekker stukje brood serveren. Voilà. Heel eenvoudig. Of het klinkt heel eenvoudig. Er is wel wat werk aan, maar het is toch gemakkelijk. Ik ga beginnen met de tomaten. We hebben van die heerlijke Belgische kleine kersttomaatjes, hè, een beetje knapperig. Die zijn lekker zoet ook. En we gaan daar een heel simpele saus mee maken. Een tomatensaus dat voor mij een van de lekkerste is, is eigenlijk een tomatensaus die je maakt in de oven, maar daarvoor heb ik eigenlijk geen tijd. Dus ik ga een gemakkelijkere versie maken, namelijk gewoon de tomaten met steeltjes en al. Gaan we in een kom doen. Ja, want je verwijst naar een topreceptje, Jeroen. Als trouwe njam-fan, hè? Ja. Heeft jou dat misschien ooit bij Comfort Food zien maken. Hè? Ja, dat je inderdaad tomaten in de oven met steel... Ja, ik kan dat even herhalen, want dat is eigenlijk zo'n lekker receptje. Het is een beetje hetzelfde als wat ik nu aan het doen ben. Hè. Dus wat doe ik? Gewoon wat tomaat. Normaal leg ik dat op een ovenschaal. Ik doe daarbij wat shallot en look. En het verschil is met vandaag dat ik dat eigenlijk klassiek gezien in de oven laat garen. Op een redelijk lage temperatuur, 110, 120 graden, een uur en een half. En dan ga je zien dat die tomaten zo lekker beginnen te confijten. Die look ook. Je kunt daar eigenlijk ook een beetje venkel bij doen. Dat doe ik soms. Wat verse kruiden. En als je dan gewoon je tomaten uit de oven haalt en je haalt dat door een zeef, dan heb je een perfecte, heerlijke tomatensaus. Nu... Kan je ook lang bewaren, lijkt me. Die kun je nog lang bewaren. Dat moet je gewoon in een confituurpot of zo doen. Maar meestal is die zo lekker dat je die niet lang bewaart. Dus vandaag ga ik daar de gemakkelijke en snelle versie van maken. Ja, want we hebben ongeveer 20-tal minuutjes kooktijd voor dit receptje. Ja, en een stoverij op 20 minuten is ook niet echt om te lachen. Dus ik ga mij moeten haasten. Tomaatjes zet ik op het vuur. Je hebt daar net olie aan toegevoegd. Is dat olijfolie of welke gebruik je? Ik heb nu niet echt pure olijfolie gebruikt. Dat is een klein beetje zonnebloemolie. We kunnen ook lijnzaadolie of eender wat. Ik vind, omdat ik hummus ga maken, als je dat met pure olijfolie doet, dan kan dat een beetje bitter beginnen proeven. En om dat te vermijden, heb ik een zachtere olie gebruikt. Ik ga ook een heel klein beetje water bij mijn tomaten doen. Dan gaat dat nog gemakkelijker een lekker sausje worden. Dus die tomaten staan op, daar moeten we ons niks meer van aantrekken. Tijd voor onze groenten van ons stoofpotje. En ook daar kunnen we een beetje kiezen. Ik heb gezegd, ik ga wat Zuiderse groenten gebruiken. En dan komt het nogal snel uit bij een courgette, aubergine, een beetje van die zoete puntpaprika's. En ik heb hier ook artichok. Het zijn artichokharten die ik zo gekocht heb in de winkel. Ik weet wel, mijn goede vriend Peppe zou zeggen... Artisjokken, van die verse artisjokken, is lekkerder. Dat weet ik, dat is ook zo. Maar dat is niet snel en dat is ook niet gemakkelijk. Dat is wel heel lekker. Maar dat zou op 20 minuten moeilijker zijn. Dus ik dacht, ik ga die gebruiken. Dat komt ook goed. Aubergine mag in goede grote stukken. Goede grote stukken. Dat vind ik heel belangrijk als je een stoverij maakt. Dat je nog grote stukken groente hebt. Dat je die ook proeft. Anders... kookt dat helemaal plat en wordt dat zo meer een sausje. En dat wil ik niet. Ik wil echt mooie stukken groenten hebben. Olie in een pan, aubergine. Een stoofpot eigenlijk. Hè. Ook daarmee zou je een dip kunnen maken hè, van die aubergine. Je doet dat nu met witte bonen, maar ook van aubergine zou je... Van aubergine kan dat ook. Hè. Aubergine caviar. Veel mensen kennen dat, eten dat graag. Het zijn eigenlijk allemaal van die dingen die de laatste jaren nogal redelijk populair geworden zijn. Ik denk dat dat ook te maken heeft dat veel mensen meer en meer beginnen reizen. Veel meer smaak leren kennen. Ook zo de populariteit van mijn grote held Otto Lenghi heeft er ook wel voor gezorgd dat we veel van die producten kennen. Zoals tahini, wat ik zelfs ga gebruiken in mijn hummus. Maar eerst nog even mijn stoverij. Dus gewoon grof, wat paprika, wat auberginekjes. Nee, dat is eigenlijk... Nu, groene kan daar ook perfect in. Het is gewoon voor de kleur dat ik dat een beetje... Dat wordt zo'n beetje een zomers gerecht. En dan vind ik dat belangrijk dat daar wat toffe kleuren in zitten. Begin wel altijd met eerst je aubergine erin te doen, want dat duurt wat langer. Kijk, paprika erbij. Goed kruiden met peper, zout en Cajun kruiden. Cajun is een kruid, een mengeling van veel kruiden. Het kan een beetje pittig zijn, maar dat mag ook. Hè. Die stoverij mag wel wat pittig zijn. En wat zout. Voilà. En dan ga je zo'n houten lepel nemen. Zie. Even mooi laten aanbakken. Mooi van kleur ook. Ja, hè. Het ziet er al vakantiegevoel uit, hè. Ja, want hoe vaak komt er bij jou een vegetarisch gerecht op tafel ten huize De Pauw? Ah, wel, ten huize De Pauw gebeurt dat wel meer en meer. Maar ik moet zeggen, je weet dat mijn focus ligt dan bij groenten en niet per se bij echt vegetarisch, geen vleesvervangers, maar wel heel veel groenten. Dus dat vind ik belangrijk. En zo kook ik ook graag, hè. Ik vind groenten... Daar kun je het meest mee doen. Daar kun je de meeste toffe gerechten mee maken. Ik ga een klein beetje water gewoon eraan toevoegen. Want door het feit dat we niet zoveel tijd hebben... moet ik dat een beetje een duwtje geven. Door een heel klein beetje water op. En ik zet er deksel op. En eigenlijk, ik ga hier gebruik maken van een beetje een intelligent fornuis. Namelijk... het is een fornuis waarmee ik zelf de graden kan instellen. 100 graden betekent dat het echt goed gaat doorkoken. Op het moment dat dat goed aan het koken is, ga ik het naar 74 graden zetten en dan gaat het gewoon zachtjes blijven doorkoken. Een intelligent fornuis voor een intelligente chef? Een intelligent fornuis, dat klinkt slim, hè? Voilà, kijk. Ondertussen maak ik hier wat proper. Ik heb hier nog zo'n pepertje liggen. Dat ga ik even bijhouden nog. Als je nu zegt, ik heb graag dat die stoverij echt pittig is, die mag zelfs goed pikant zijn, kun je dat altijd gebruiken. Maar ik ga toch heel even mee wachten. Ik zie ook nog tomaatjes klaar liggen. Ga je daar nog iets mee doen? Ja, eigenlijk mogen er allemaal in zitten, die tomaten. Okay. Want een beetje saus over, dat kan geen kwaad. Dus dat ga ik er ook bij doen. En je moet zeker, als je thuis zit, dit gedeelte, hè, daar moet je een keer over wrijven. Oh, en dan ruik je echt dat dat veel... ja, dat ruikt gewoon naar lekkere verse tomaten. Dus dat geeft ook zijn smaak af. Dus gebruik dat zeker maar in je kom. Ga ik eens zien of dat ik er eventueel een deksel over leg. Dat moet niet per se. Zie je dat hier vindt? Nee, laat maar. We gaan gewoon het sausje zo laten gaar worden. Tomaatjes. Gaat ook heel snel, hè. Om die te laten smelten. Ruikt echt al lekker. Dus dan is het straks een kwestie van ze te laten smelten, uit te duwen en dan op die manier de saus over te halen. Ja, we laten eigenlijk onze tomaten zachtjes garen. Hè, met wat kruiden bij. Het is echt puur natuur, hè. Er is niet zoveel bij. Hè. Klein beetje olie, shallotje, wat look. En we laten die zo garen. En dan, door het feit dat je die zeeft, krijg je eigenlijk een hele natuurlijke tomatensmaak. En daarmee gaan we onze groenten blussen. Dus dan krijg je echt een mooie tomatenstoofpotje met wat Zuiderse groenten. Artisjokken hier, dat hou ik helemaal voor het einde, want die zijn al voorgegaard. Als ik die nu al erbij ga doen, dan gaat die helemaal plat worden. Dus die ga ik helemaal op het einde erbij doen. Dan is het gewoon tijd voor onze hummus. Hummus is iets wat heel populair is. Zeker de laatste jaren. Ook ideaal als diep. Je weet, ik ben daar een grote fan van de aperitieven. En hummus klassiek gezien wordt dat gemaakt van kikkererwten. Kikkererwten worden gemixt met tahini. is eigenlijk een crème op basis van sesamzaadjes die geperst worden. En dan krijg je zo'n hele bittere, nootachtige crème. Dat wordt er ook bij gedaan. Wat mag nog niet ontbreken is wat look. Ik denk dat 2 teentjes meer dan genoeg gaat zijn. Citroen en olie. Ik ga beginnen met mijn look. Gewoon het velletje eraf te halen. Ja, je zei het al, hè? Apero is echt wel jouw ding. Hummus, ja, jouw middelneem volgens mij ook. Ja, wat vind jij zo leuk aan zo, werken met hummus? Want je kan daar wel veel op. Voor mij is het niet per se werken met hummus. Maar ik vind, je hebt eigenlijk in de gastronomie of in de horeca heb je heel veel trends gehad. We hebben het fusion koken gehad in de jaren 80, 90. We hebben het moleculair koken gehad. We hebben de vergeten groenten gekregen. We hebben heel veel trends die komen, maar die gaan ook altijd weer weg. En er is eigenlijk maar 1 ding dat altijd heeft bestaan, dat alles overleeft, dat is het aperitief. En ik vind dat voor mijzelf ook het leukste moment van het eten. Als je aperitieft en nadien moet gaan tafel gaan, dan zeg je dat voor veel mensen van, oh, jammer, het was net zo gezellig. Dus voor mij is een nieuwe manier van eten is niet aperitieven voor het eten, maar gewoon al aperitievend eten. Dat vind ik heel plezant. Ja, en dan is hummus zoiets wat daar perfect bij kan, omdat dat een lekker sausje is dat je kunt dippen met groenten, met krakers, met noem maar op. Maar je kunt daar ook lekkere gerechten mee maken. En ik denk dat we daar een beetje naar toe aan het gaan zijn, dat we eigenlijk met verschillende aperitiefhapjes gegeten hebben. Ja. Dat noemt dat Apero Dining, hè? Ja, voilà. We hebben er bij Njam veel inspiratie op de website, hè? Als die Apero Dining ingeeft, dan... ja, we hebben daar een programma over gemaakt met Njam over Apero Dining. En dat is dat eigenlijk. En ik ben daar grote fan van. Terecht. Even de stoverij in toog houden. Dus, wat zit hierin? Look zit hierin. Die dikke bonen zitten hierin. Ik heb dus niet... ik ga geen hummus maken van kikkererwten, maar van dikke bonen. En witte bonen, hè? Witte bonen. Is dat belangrijk? Nee, je zou dat ook van andere bonen kunnen maken. Je kunt ook een hummus maken van erwtjes bijvoorbeeld. Je kunt iets maken van rode bonen, dat is wat je zelf wilt. Alleen die dikke witte bonen, dat geeft zoiets heel crèmeux, roomachtig, wat ik wel graag heb. Dus ik dacht, dat past daar ook bij. Wat ook belangrijk is, ik ga mijn hummus wat zachter houden, omdat die stoverij nogal pittig is. En de bedoeling is dat je zo'n pittige stoverij hebt en dat die hummus dat dan een beetje verzacht. Snap je? Ik snap het. Stel, ik heb gewone droge bonen. Wat doe ik dan? Dat is niet... dat is wel lekker, maar dat is niet snel en gemakkelijk. Oké. Dus die droge bonen die moeten wel eigenlijk... minstens 24 uur in lauw water liggen. En dan worden die zacht en dan moet je die ook opkoken. Dus dat kan, hè, maar daar moet je wel meer tijd voor hebben. Deze is hier een gerechtje dat je perfect in het midden van de week kunt maken. Dat snel klaar is, kunt je een hummus ook perfect voordien maken. Dus dat geeft u iets meer vrije tijd. Ja, hoe lang zouden we deze kunnen bewaren? Zo'n hummus? Een goede tip is altijd, als je in een potje doet, smeert dat helemaal mooi plat en legt daar een klein laagje olijfolie op. Of een ander soort olie. En dat gaat ervoor zorgen dat dat een soort natuurlijk dekseltje wordt van onze hummus. En dan gaat dat iets langer kunnen bewaren, maar toch een klein weekje, zeker. Oké, ik ga even lawaai maken, hè. Doe maar. Zien. Dat moet wel mooi glad zijn, hè? Je ziet, er zitten nog wat stukjes in. Ik ga een keer een klein... Hoe noemen ze dat? Een tussenproeving of zo doen. Een proevertje. Ja, dat is zo zacht. Mankeert wel nog een klein beetje zout. Wat zijn zo de verhoudingen? Want ik zag jou... Of is dat op het gevoel olie toevoegen? Ja, ik kook heel vaak gewoon op het gevoel. Maar als je het receptje echt wilt perfect namaken, moet je even surfen naar njam.tv. Daar staat alles gedetailleerd uitgelegd. Maar gewoon bonen erin, olie erop. Voilà. Ik zei bijna klaar. Hier zijn we dan. Dat mag aan de kant. Ziet. Hij is ook iets witter hè, dan een klassieke hummus. Die is soms zo wat donkerder van kleur. Maar dat is perfect. Heel romig, hè? Heel romig, heel crèmeux. En dat heeft dat ook nodig om dat tegenwicht te geven met deze stoofpotje. Oké, ik heb er een deksel op gezet. Dat ga ik er nu afhalen. Ja, we hebben nog zo'n 15 minuten. Jeroen, gaat dat lukken? Ah, wel. Ik denk dat wel. Oké. Kijk, mijn tomaatjes die zijn mooi aan het... Die zijn bijna gaar allemaal. Dus daar gaan we een lekker jukje van kunnen maken. Die groentjes. Ziet, daar komt veel sap uit. Maar dat is eigenlijk... Ik heb er inderdaad een beetje water aan toegevoegd, maar het is ook gewoon heel veel sap van de groente zelf. Ik ga er nog takske basilicum aan toevoegen. Voor de njamkijker die geen geurtelevisie heeft, Jeroen... Ja, dat ik ruik het nog. Zelf al. Omschrijf het eens wat er in uw neus kruipt. Het is hier wel onder tv-spots, want het is een beetje op vakantie gaan. Het is de geur van de Provence, van Italië, van de zon. Ja, en dat is heel lekker, hè. Oh, zalig. Geur en kleur zelfs. Geur en kleuren. Voilà, ik ga eraan beginnen. Ik ga namelijk mijn sausje beginnen maken. Ik heb daarnet gezegd, ik ga het deksel eraf halen. Ik ga jou uitleggen waarom. In het begin, als je het deksel erop zet, gaat het natuurlijk heel snel. Maar dan worden die groentjes ook beter gaar. Daar zit een beetje vocht in nu. Dus vandaar dat ik dat nu wat laat openstaan. Dat verdampt. Dan worden nu smaken nog intenser. Dan wordt dat nog zachter. En dan gaat er een beetje van je vocht weg. Maar niet te veel, want je moet natuurlijk wat saus over hebben. Hè. Kijk, ik zet hier gewoon een zeefje op. Fantastisch. Ziet, dat gaat er zo in. In die zeef. Hè. In die zeef giet je tomaatjes. Ik weet, die stokken, dat is wat ambetant, maar dat is helemaal niet erg. Wat we nu gaan doen, dat is met een pollepel. Zo noemen wij dat, een pollepel. Hoe heet het anders? Een pollepel gewoon. Een pollepel? Soeplepel. Duwen we eigenlijk die tomaatjes door onze zeef. Ik ga het vuur, ik heb dat net gezegd, intelligent fornuis. Ik heb dat op 100 gezet. Ik ga het nu een beetje zachter zetten. Wacht, hè. Zo, hup. Op 70. Dan gaat dat gewoon zachtjes doorkoken. Voilà. En eigenlijk... Ik ga stokken er nu even uithalen, want nu is het ambetant. Maar ze geven wel echt extra smaak. Hè? Ja, die geven zeker extra smaak. Daarom, je mag dat er gerust in doen. Hè. Kijk, en dan duw ik zo die tomaatjes. Weet je wat dat ook goed is als je dat op die manier doet? Dan blijven die velletjes achter. Ik vind dat vreselijk, zo een tomatensaus waar je heel de tijd zo van die vellen in je mond hebt. Dus op die manier blijft eigenlijk al hetgeen van pitjes, van velletjes... van iets van look, wat is blijven hangen of eendert wat, blijft achter in onze zeef. Zou we daar hebben... nog iets mee kunnen doen? Of toch aan de kippen geven? Nee. Ja, eigenlijk zou daar wel iets mee kunnen doen. Hè. Als je nu die stokken eruit haalt en je hebt je restanten van tomatenvellen, zou je kunnen zeggen, we gaan dat drogen in de oven, dat je een soort tomatenpoeder krijgt en zo. Nee. Allemaal leuke dingen, maar dat is natuurlijk niet snel en gemakkelijk. Hè. Wel heel lekker. Kijk, je duwt dat erdoor. Ik kijk even naar mijn tijd. We gaan er komen. Zie, dus die 20 minuutjes is eigenlijk perfect haalbaar. En het is toch een gerechtje dat wat meer werk vraagt, maar het is zeker niet moeilijk. Er komt veel sap uit, hè? Er komt heel veel sap uit. En het is ook dik sap. Nu, als je thuis vindt dat dat iets te liquid is, als je graag hebt van... Kijk, ik heb mijn tomatensaus graag goed stevig, donkerrood. Doe daar dan gewoon een klein een blikje concentraat van tomaten. Tomatenconcentré, hoe heet het? Tomatenconcentré. Ja. Tomatenconcentraat aan toe. Dubbel geconcentreerde tomatenpuree. Zo. En dan wordt dat wat dikker. Maar ik heb dat wel graag... Zo wat natuurlijk van smaak, wat zachter ziet. Dat ziet er super... Ja, zo'n hele smeuïge, een zachte saus uit. Ik ga dat nog eens proeven. Hè. Je weet, een kok moet van alles proeven. Dat is heel lekker. Maar dat mag nog wat pikanter. Dus ik ga er nog een klein beetje van die Cajun aan toevoegen. Ik ga zelfs toch gaan voor dat peperken. Hè. Dat kan, zonder dat dat heeft gegaard? Ja, we gaan dat gewoon van bovenop zo'n beetje doen. Okay. Dat dat lekker pittig is. Kijk, meer moet dat niet zijn. De pietjes laat je erin zitten? De pietjes die laat ik erin. Dat is echt te pikant. Allee, voor de echte liefhebbers van pikant eten, laat het daar maar gerust in. Ik zelf ga dat niet doen. Oké, een mooi bord. Ah, ik was hier bijna iets vergeten. Ik zie het hier in mijn ooghoek, onze artisjokken. Maar die moeten op het einde. Hè. Dus die snijd je gewoon nog in 4 of in 2. Die voegt je eraan toe. Die zijn al gaar. Niet te klein. Weer voor dezelfde reden dat je mooie, grote stukken groenten hebt. Ik zie ook nog brood liggen, maar dat is ook voor te dikke waarschijnlijk. Ik heb dat brood gewoon meegenomen omdat dat wel ideaal is om zo in te soppen. En dat mag gewoon met een simpele boterham van thuis zijn. Maar dat kan ook zo wat naanbrood. Ik heb wat naanbrood gebakken. Dat hoort daar eigenlijk bij. En dat kan perfect. Zie, ondertussen dat ik hier ga dresseren, ga ik nog heel eventjes een klein pannetje op het vuur zetten voor mijn pijnboompietjes. Ik heb gezegd dat ik er ook wat pijnboompieten ging aan toevoegen. En die moeten altijd wat geroosterd worden. Dat gaat heel snel, dus dat mag helemaal op het einde. Kijk, voilà. Geen olie in de pan, chef? Geen olie in de pan. Gewoon rustig op een niet te hard vuurtje. Dan onze hummus. Ik ga onze mixer een klein beetje proper maken. Zie. Voilà. Oké, een flinke lepel. Kijk, dat doen we zo in het midden. Deze is echt een bordje om te delen. Hè. Dat is sharing food. Hè. Zet je gewoon in het midden van tafel. Kleine bordjes erbij, voor iedereen een stukje van dat naanbrood. En dan, ja, dat is feest gewoon. Hè. Dat is echt vakantie. Hè. Kijk, we gaan dat zo mooi opensmeren. Hup. Dat je zo'n kommetje krijgt van hummus. Voilà. Pijnboompitjes zijn bijna goed. Nu, onze groenten. Die ga ik er zo een beetje proberen uitvissen met een grotere lepel. Leggen we er mooi op. Kijk, welke vegetariër doet er daar nu geen plezier mee? Het ziet er super lekker uit, heel eenvoudig. Sausje erbij. Een beetje mooie stukken. Ja, nu begrijp ik ook waarom je die groot genoeg hebt gelaten. Zo. Ja, die groenten moeten groot zijn. Die moeten, je moet daar een beet in hebben. Hè. En nog een paar artichokjes. Voilà. Die hebben niet veel nodig, hè? Die artichokken. Die hebben niet veel nodig. Ja, zeker als je met zo'n voorgegaarde artichokken werkt, hè, dan zeker niet. Een klein beetje voor het pikant te maken. Onze chili. We hebben daar wat basilicum in gedaan. Dus we gaan dat ook wel afwerken met wat basilicum. Hup. Kijk, dat is toch vakantie, dat? Maar echt, het ziet er mega uit. Dan vergeef ik jou die erbij. 4 extra minuten. 4 extra minuten? Ja, het is oké. Het is kijk. Gewoon te lekker. Voilà, zie. Meer is het niet. Want met deze gaat het scoren. Zo. Vegetarisch stoofpotje van pittige groenten met daarbij een hummus van witte bonen. Heerlijk. Als je het eens thuis wilt maken, zeker even surfen naar njam.tv en dan staat dit misschien op jouw tafel volgende week. Salut! Morgen kookt Sam D'Huyvetter. Snel, makkelijk en lekker. Hij zet dan een vleesgerecht op ons weekmenu. Tot dan, tot njam.